Ja, forse wind vandaag. Op deze foto ook mooi te zien. Het boegwater wat op dit schip slaat. Een harde wind in de kustgebieden, vlagerige wind. En ook boven land is die wind krachtig, windkracht 6. Vanavond gaat de wind geleidelijk aan afnemen. Ja, een lage drukgebied ligt er bij Groot-Brittannië. We zien het hier op de weerkaart terug. En het lage drukgebied dat trekt geleidelijk aan naar het noordoosten. Een storing die is gepasseerd en we zitten nu in wat droger weer. Maar in de avond en nacht kunnen er toch wel weer wat buien overtrekken. Morgen daarentegen ziet het er eigenlijk heel goed uit. Zijn er ook flinke zonnige perioden. Pas later op de avond in de nacht dan kan er weer wat regen gaan vallen. En donderdag overdag ja, dan ziet het er eigenlijk op een gegeven moment wel weer redelijk rustig uit. En de temperatuur gaat dan ook geleidelijk aan wat omhoog. Want ja, vandaag is die temperatuur niet al te hoog te noemen. En vanavond zitten we met temperaturen zo rond de 10 graden. Dan trekken er stevige buien over vanuit het zuidwesten en is er weinig ruimte voor opklaringen. De wind is nog steeds vrij krachtig tot krachtig, maar neemt wel geleidelijk aan af. En dan morgen overdag flink wat zon. Zeker in het eerste dagdeel zijn er zonnige perioden. In de loop van de dag komt er wel wat meer hoge bewolking binnenschuiven. De temperatuur ligt tussen de 13 en de 15 graden. En de wind is meest matig uit west-zuidwestelijke richting. Aan zee is de wind nog af en toe vrij krachtig. Er staat echt wel minder wind in vergelijking met vandaag. En dan de dagen na. Nou, donderdag weer eventjes wat regen, later verbeterend. En dan vrijdag en zaterdag hoge temperaturen. 18 tot 20 graden met flinke zonnige perioden. Ziet er helemaal niet verkeerd uit. Maar dan zondag. Dat wordt een overgangsdag. We hebben de temperatuur nu op 13 graden gezet. Misschien wordt het nog eventjes wat warmer. Maar het is wel een opmaat, die temperatuurdaling, naar een ronduit frisse maandag met heel veel buien en temperaturen rond de 10 graden. En die week, volgende week, die ziet er toch wel erg fris uit. Kijkt u maar eens naar de pluim. Hier zien we eerst die piek nog even op vrijdag en zaterdag in het zuiden van het land. Ruim 20 graden. Dan zondag die overgangsdag. We zien die spreiding ook. Het is een beetje onzeker wat de temperatuur precies gaat worden. Maar wat wel duidelijk is, vanaf maandag dan die lage middagtemperaturen rond de 10 graden. Met daarbij ook wat wisselvallig weer. Het is wel zo dat later in de week die temperatuur weer gaat opkrabbelen. Fijne dag.